Het gaat weer een van de kankervlogs zijn. Happy birthday to you! Ik ga missen. Het is echt heel erg spannend. Nee, maar dat komt omdat we... De eerste ochtend. Hello emotions, hello again. We zijn trots op onszelf dat we dit gewoon kunnen. Super groot cadeau! Hey lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video en ik denk wel een bijzondere video. Het gaat weer een van de kankervlogs zijn. Klinkt een beetje gek, maar het is wel zo. Want ik ga een week erop uit, alleen met lotgenoten. Dus helaas zonder Sergio, zonder Jesse Silver. Het is echt een trip voor mijzelf via de Soul Search Foundation. En ik ga er dus heen met lotgenoten naar Portugal. En wij gaan daar tot onszelf komen. We gaan 2 keer per dag yoga doen. We hebben kunsttherapie, groepstherapie, et cetera. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe ik het ga ervaren en wat ik eruit kan halen. Ik heb er zin in. Vind het ook spannend. Ik ben ondertussen druk bezig met mijn koffers in te pakken. Altijd natuurlijk veel te veel. Je weet nooit wat je mee moet nemen. Maar goed, beter te veel dan te weinig. Het is natuurlijk al bijzonder dat je daar met eigenlijk alleen maar lotgenoten zit. En je waarschijnlijk heel erg begrepen gaat voelen of elkaar kan aanvullen in bepaalde dingen of tips kan geven. Voordat we daarheen gaan, gaan we naar mijn schoonmoeder, want die woont in Tilburg, zoals jullie waarschijnlijk al weten inmiddels. En ik vlieg vanaf Eindhoven, dus dat is dan een stuk dichterbij. Ik vlieg om 7:30, dus we moeten er vroeg uit morgen. Dus vandaar dat we lekker daar gaan slapen. En Sergio die kan mij dan wegbrengen. Ik ga wel op zijn verjaardag vertrekken. Helaas, dat is wel een beetje zuur. Maar ik heb hem zijn cadeautje al gegeven en daar is hij gelukkig blij mee. Oh, dit geloof je niet wat er net gebeurt. Ik rits hem dicht en deze laat los. Dus nu kom ik hier niet bij. Onderbroek, sokken, bikini. Oh man. Nou, ik heb hem in ieder geval gewoon een soort van open kunnen ritsen. Dus dan kan ik er in ieder geval bij. Prima. We zijn lekker in Tilburg. Ja. En wie is er morgen jarig? Papa! En jij hebt hem al een mooi cadeautje gegeven, hè? Een heel mooi boek. Ja, een heel mooi receptenboek. Zeker. Het kook, het Jessie en papa kookboek. Ja, echt superleuk. En dan weet jij wat we moeten doen. Ja, absoluut. Kijk eens aan. Echt leuk. Echt heel leuk. En nu heeft Anja een hele mooie koolhydraatarme taart gemaakt. Maar daar moeten natuurlijk wel kaarsjes op. Dat snap je wel. Het zijn er alleen geen 38, schat. 29. Dus, hier wordt papa vrolijk van. Kijk dan, hè. Mijn 2 allerliefste meisjes. Nee, 3, sorry. Oh. Oh, jee. Oh my god. Mayday. Rock it down. Rock it down. Hij staat een beetje... Leuk, hè? Ja, want... Ja, gaan we zingen voor papa? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tante Aguri, Tante Kerry, Tante Aguri, ah, papa. Tante Kerry. Weet je waar René door Dankjewel. Nee, niet verbranden. Papa mag blazen. Ga je mee helpen blazen? Oké, papa, kom maar hier. Ga naar papa toe. Kom, gaan we samen blazen. Au. Oh, god. Oh, dan is het wel best wacht. Huh?
Gaan we tellen? Ja, ze gaan hard. Zie je het bij mijn stem? 1, 2, 3. Woe! Hebben jullie wel een wens gedaan? En 5. Jij mag nou een wens doen. Heb ik ook gedaan. Oh, heb jij ook gewenst, Jessie? Ja. Oké. Dan is het goed. En ja! Ik vind het niet aan, maar dat je me helemaal niet uit. Hij denkt, ik pak mijn tong. Ja. Dat komt omdat je heel totaal zin in had. Aankondiging ook. Hij denkt, ik ga ervoor. Hij ging gewoon zo. Zo, het is 9:30. We gaan nog lekker slapen. Het is heel voor die licht. Ik kan het niet zien, het is veel te donker. Die ligt al lekker in zijn bedje. En wij liggen op een luchtkussen daarnaast. Lekker vroeg naar bed. Even de wekker zetten. 5 uur rijden. Dus 4:30 maximaal eruit. Oeh, wordt vroeg. Slaap lekker. Goedemorgen. Het is 4:50. Ging niet echt uit. Nou, ik ga hem even klaarmaken. Hij missen. Zo, we zijn aangekomen. We hebben allemaal een auto en we gaan nu naar Belmare Castro Bar. Even lekker lunchen. Kijk eens, uitzichtje! Nee, maar dat komt omdat we tolwegen hebben vermeden. Ja. Oh, er staan wel paardjes beneden. Mogen we lopen? Ja, echt. Oh, er is wel een camping hier beneden. Oh nee, dat is een verlaten caravan. Ja, ik vind het echt eng. Kijk naar beneden, ik heb echt hoogtevrees. Echt? Oh ja, ik vind het heel eng. Oh, ik heb zo niet. Iets meer naar links rijden, iets meer naar links rijden. Eeuw. Oh, er zit daar wel een dingetje in. Zo, we zijn aangekomen in het huis en ik sta hier in de keuken. Daar gaat voor ons vegetarisch gekookt worden. Meer richting de veganistisch dan vegetarisch. Dus dat is een luxe, zeg. Dit is ja, eigenlijk een soort van de woonkamer. Kijk nou hoe gezellig. Oh, een piano staat er. Leuk, we kunnen lekker vuurtje stoken. We hebben verschillende kamers. Dit is voor de kunstzinnige therapie. We hebben 2 kamers met 2 bedden. 1 kamer met 3 bedden. En ik slaap in de dorm. Kijk, hoe gezellig. Ik vind het helemaal leuk. En dit is mijn bed. Ik slaap boven. Ook superleuk. Wel een beetje eng. Ik wil er niet uitrollen, zeg maar. En hier om de hoek zit ook nog even één bed. We hebben een tuin. Geweldig uitzicht. Kijk, het mooie uitzicht op het dek waar we yoga gaan doen. Dit is buiten in het huis. Ons yoga dek. Dat is
zijn de slaapkamers. Kijk eens. En een zwembad. Schijnt wel koud te zijn. Even een rondje rondom het huis. En hier staan onze auto's. En er loopt een heel groot hek hier omheen. Maar dit hoort er dus nog allemaal bij. Ik kan hier dus blijkbaar helemaal naar beneden. In ieder geval, nou. Oh, dit zijn de tiny houses waar de begeleiders slapen, volgens mij. Het yogadek, jongens. En dit is het uitzicht. Die hoeveelheden zijn niet schadelijk. Nee, goedemorgen. De eerste nacht zit erop. Ik ga even over op mijn telefoon. Dat is wat makkelijker en heeft ook nog wat mooier beeld. Gek genoeg. Ik loop even naar buiten. De eerste nacht zit erop. Kom beter. Maar ja, het is altijd even wennen. Nieuw bed. Nieuwe mensen. Nieuw geluid. Er was ook nog iemand ziek geworden in de groep. Dus dat was ook heel sneu. Waarschijnlijk iets verkeerd gegeten. Maar de eerste ochtend. Het belletje gaat. En we gaan even een licht ontbijtje doen. En dan beginnen we al met yoga. Ochtendyoga. Maar ik ga snel eerst even wat eten. Goedemorgen iedereen. We hebben even wat fruit achter de kiezen. Daar ligt uitgebreider eten. Maar we gaan de ochtendyoga doen. Omdat het wat slechter weer is, doen we het even niet op het dek. Maar hieronder. Dus ik neem jullie even mee naar de yogaruimte. Toch is dat frisse ook wel lekker hoor. Het ook niet te warm zijn. Kijk, we gaan hier naar beneden. En dan hebben we daar de yogaruimte. Dit is de andere kant. En dit is de yogaruimte. Wat een mooi uitzicht. Dus volgens mij zijn we in de yogaruimte. Ja. It's all vegan, obviously. That's a non-egg salad. What is so good? That's hummus. That's also hummus sun-kissed. That's hummus beetroot. And garlic cream cheese. And that's sweet quince jam. And grapefruit curd. And there's a granola with peanut butter, soy yogurt, berry smoothie. Okay. And there's bread, the light one is gluten-free, this is dark whole wheat grain, and this is like naan, and this is quinoa porridge with almonds. Zo, we hebben heerlijk gebruncht en lekker weer bijgekletst met z'n allen en het is nu tijd voor kunstzinnige therapie. Dat doen we lekker buiten. Het is wel een beetje fris, jongens. Een beetje fris. Maar dan mag de pret niet drukken. Zo, ik ben met deze
deze ladies eventjes een hikeje gaan maken. Kijk nou. Zo, jongens. We zijn me toch hoog geklommen. We zijn trots op onszelf dat we dit gewoon kunnen. Ja, wat ons lichaam heeft doorstaan. Dat een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, we gewoon echt flink ziek zijn gemaakt en geweest. Door de chemo en weet ik het allemaal. Maar kijk, ook weer even een overwinning. Niet normaal hoe hoog het is. We zijn twee hele steile dingen afgegaan. Daar. Een vette. Is het huisje. We zijn nu 21 minuten onderweg. Ik had een hartslag van 184 toen ik hier boven kwam. Die is nu al 149. Dus het gaat goed. Hij tikt lekker door. Bij hem is in lekker eten achter de tuin. En bij mij heb je in het voornajaar. Wat wil je? Doetje. Ja, maakt niet uit. Zitten klaar voor de yoga. Zo, goedemorgen. Ik heb heel slecht geslapen. Het begon goed, maar de eerste, De eerste twee uur ging prima. En daarna hoorde ik dus de hele tijd een vlieg bij mijn oor. En dat gezoem. Oh, ik werd helemaal gek. En elk uur heb ik gezien. En nu kwam ik er net achter dat het waarschijnlijk niet een vlieg was, maar een wesp. Dus het is maar goed dat ik hem niet heb doodgeslagen. We hebben al een lekker ochtendyoga gehad. Hebben jullie een klein stukje van gezien. Ik zal later even proberen wat meer ervan te laten zien. En om 11 uur is het dan alweer tijd voor de kunstzinnige therapie. Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan doen. We hebben lekker ontbeten. En we gaan de dag weer tot ons laten komen. Er staat wel wat meer windje. Het is niet heel erg warm helaas. Maar hopelijk komt vanmiddag het zonnetje weer. Dat zou wel lekker zijn. Maar het is wel super fijn om gewoon echt even tijd voor jezelf te hebben. En gewoon te doen wat jij wil. En niks is te gek. En net even lekker voor de open haard bijvoorbeeld gelegen. Met een smoothie. Als je geen zin hebt in gesprekken, ga je gewoon lekker buiten zitten. Heb je er wel zin in, ga je lekker bij elkaar zitten. Het is allemaal lekker vrij. En echt even tijd voor jezelf. Dus dat is wel... As every ocean come as rain, I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, my love, reform and rise to be so free.
Zo, naar de yoga. Ja, daar zou ik er een, maar die niet mee. Vegan mac and cheese. Pasta, heerlijk. Ja, coconut pudding met mango. Goedemorgen. Nou, ik heb vandaag iets beter geslapen. Maar nog wel heel koud en een paar keer plassen. Maar goed, dus ik heb voor vanavond heb ik een kruikje bijgezet. We beginnen weer met ochtendyoga. Ik ga even kijken of ik dat vandaag van jullie kan opnemen. En vandaag is het een vrij rustig dagje. We hebben wat meer vrij, dus we hebben vandaag 4 uur vrij. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan doen. Een beetje hangen, een beetje relaxen. Want buiten ziet het weer er niet echt geweldig uit. Helaas. Maar ja, we zijn hier dan ook om te ontspannen, dus dat gaan we lekker doen. In door die neus, zucht uit die mond. We willen namelijk de heupen warm hebben, want we gaan veel heupen doen vandaag. In de heupen zitten emoties. Waar je nog bent, dus op je handen, dus onderarmen, met of zonder bolster, ga niet hangen in de bovenlijf. Dus blijf actief. En dan ga je kijken of je vanuit je bovenbeen naar binnen kan roteren. Dus je gaat deze beweging proberen te maken. En dan merk je dat je linkerheup naar voren komt. En weer terug. Je moet zelf nog een keer. Je mag je voeten neerzetten. Achterkant van je bovenbenen pakken. De achterbeen met je rechterrug in op je borst eruit. En dan kan je kijken of je voeten weer optillen. Misschien je benen los wil laten. Die laatste achterbeen gestrekt, maar let op die onderen. Verandert helemaal niks. Nou, pas voor 3, 2, 1. En zet neer, kruis weer je enkel, doe je weer een lichte twist naar links. Doe jezelf naar voren te duwen. Maar je moet wel gewoon blijven draaien. Meestal is het stop met het gezicht die kant op. Maar je moet wel. Juist! Ja, there you go! Let's maar op een van de voeten. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. To party, to have fun, you see. I got different hobbies, and that's all I need. Some say life is boring, but I disagree. I wake up and live my dream. Someday soon, I'm gonna make it. Yeah, all hard work's gonna be worth it. 3. Oh, ik ben zo blij dat ik hem weer onder controle kreeg. Ja. Ja, je zou misschien denken, waarom loopt ze met haar deken door de gang? Nou, zal ik je vertellen. We hebben zo een klankbad. Hallo ladies. Ik neem gewoon mijn deken mee hoor, van bed. Dus we hebben zo een klankbad. Dat is beneden in de yogaruimte. En dan is het de bedoeling dat we eigenlijk alleen maar gaan liggen. En omdat het dan een beetje koud kan worden, kan je dan een lekker dekentje meenemen. Ik heb gewoon mijn lekker zware deken van mijn bed gepakt. En het is dus echt de bedoeling dat we gewoon lekker puur gaan ontspannen. En alleen maar luisteren naar de geluiden. Een klankbad. Ik had er nog niet eerder van gehoord. Het schijnt echt als een cadeautje aan te voelen. Dus ik denk dat we hier heel ontspannen uit gaan komen. Smaak. Ja, eet smaak. Ja, smaak. Ligt dat modus aan? Ja.
Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. En het is de ene laatste dag dat we hier zijn. En we gaan vandaag in de ochtend voor het eerst yoga op het dek doen. De avondyoga gisteren hebben we ook op het dek kunnen doen. Het is nu even wat frisser, dus toch maar weer wat warmers aangedaan. En we gaan vandaag naar het strand gezellig met z'n allen. En dan morgen is eigenlijk de laatste dag hier en woensdag naar huis. Dus nog even genieten en alles in ons opnemen en tot rust komen. En los van het feit dat het hier wel echt super lekker is en ik het wel echt even nodig had, ben ik ook wel weer toe om lekker naar huis te gaan. Lekker naar mijn mannetjes. Even knuffelen. Weer gewoon gezellig met hun samen leuke dingen doen. En ik verlang ook naar mijn eigen bed. Want ik had eindelijk een goede positie gevonden in mijn eigen bed om goed te liggen. En op een of andere manier lig ik hier toch niet helemaal lekker. De andere meiden hebben er minder last van, geloof ik. Gelukkig. Maar ja, ik heb natuurlijk die rugklachten. Dus op een of andere manier speelt het dan gewoon weer op. En ik weet zelf eigenlijk ook nooit goed wat dan precies de oplossing is. Dus ik hoop wel dat als ik thuis in mijn eigen bed lig, dat ik dat weer terug heb. Maar aangezien ik dan toch wat minder goed heb geslapen, is die ochtendyoga juist heel lekker. Om even weer te stretchen en ja, alles weer even op zijn plek te krijgen. Zo, we zijn onderweg naar het strand. Sorry voor het bewegen, want het is nogal stil. En het water is ruig. Zo, ik geloof niet dat ik ga zwemmen. Nee, hè? Wow. Met z'n allen een labyrinth aan het maken in het zand. Dat is mijn groepje. Zo, we zijn even met een klein clubje een wandeling gaan maken bij het strand. Wij zijn even daar blijven chillen. Maar ik heb zoiets van, nou, ik heb al genoeg stilgezeten. Even tijd om de benen te strekken en eventjes uit die bubbel te treden. En andere dingen te zien. Ja, het leeft het zo. Ik ben aan de slag. Zo. Het is dan wel spannend, hè? Ja, hè? Zo.
wel avontuurlijk, joh. We hebben de toeristische route. Gewoon uit de comfortzone. Uit de comfortzone. Kijk. Ik weet niet. Oh, kijk hier. Kan je ook al in kijken. Dat je er dadelijk allemaal lijken in zit of zo, weet je. Het is ook wel echt stukje voor stukje bekijken, hè? Gewoon... Oh. Oké. Okay. Het is een vak op school. Wiskunde. Ja. Wij moeten op de mat gaan liggen van Yvonne. En dan doe je je armen... dan doe je je armen naast je lijf. En dan je onderarm omhoog. En dat noemt zij dan? Plank. Nee. Robot, onderarm. Ja. We gaan er woensdag allemaal terug naartoe. Huis. Ja, Anderwoord. Nederland. Thuis. Je doet ze in de slaat, zijn van die bruine vierkante dingetjes. Soms. Ja. Stap. Oh. Oh, goed. Vier toch? Ja. Yes, mogen twee. Beter. Waar je slangen. Hoe heet dat? Ja. Nou, en dan enkel fout. Reptiel. Dit gebruik je in het eten en dan ga je lekker van stinken. Knoflook. Ja. Happy birthday. Dat is het. Zo, met een paar meiden zijn we lekker uit onze bubbel gestapt en naar Lagos gegaan. En we gaan nu even het centrumpje bekijken. En wat vind jij? Ik heb kabeljauw. Kabeljauw. Baby squids. Yep. Kokkels. En tonijn. Eet smakelijk. Samen in één huis, omdat dat het enigste is wat ze willen betalen. Dus ze dingen met verhebbing. Laatste avondmaal. Ik dacht dat u Wouter vragen, zullen we het ja, het is ook lekker in. Zuur, ja. Ja. Ik hou het er gewoon op. En een krokant korstje. Ja. Ja. Eep. Heb je dat slot hier van jou? Of niet? Toen ik toch al niet toen wij weggingen, toen ik naar de massage ging. Ja, dat is een ding. Ja, het geel. Ik had zoiets ja, volgens mij wel. Zo, nee, goedemorgen. Het is inmiddels 6:30. We zijn allemaal heel vroeg in de weer, want we gaan weer terug naar het vliegveld. We krijgen een lunchpakketje mee, of een ontbijtpakketje eigenlijk. Kijk. Dit was het dan. Zo, het is nog super donker hier. Gaan we dan. Maris. Sorry, ik zag je niet. Sorry, ik zag je. Hallo. Mama. Hi. Kusje. Oh. Hoi. Ik heb jou zo gemist. Wat heb je voor mooie ketting om? Ja. Wat heb je zelf gemaakt? Nee, dat heeft dan Tietje gemaakt. Oh, wow.
Ik heb ook een armband. Wauw, je bent helemaal onder de juwelen. Ja, en ik heb ook een ring. Die heb ik eigenlijk niet meer. Oh. Maar die heb ik thuis laten liggen. Oh, dat geeft niet. Daar gaan we zo naartoe. Maar kijk daar boven. Daar is een ballon. Oh, heeft iemand hem losgelaten? Huh? Heeft iemand hem losgelaten? Nee, iemand heeft die ballon daar laten staan. Hier naar links. Deze kant op. Ja? Laat mij het maar even zien. Oh, ik heb jou zo gemist. Ja, kom je met mij gezellig erin? Oké. Okay. Ik vind dat zo mooi, zodat ik bijna niet meer kan praten. Vind je mijn oorbellen zo mooi dat je bijna niet meer kan praten, hè? Dankjewel, liefje. Oh, ik ben hier zo blij mee. Oh, lekker. Nou, over lekker gesproken. Ik heb in de tas, voor het geval dat je honger hebt, dat je even wat kunt kijken waar je zin in hebt. Want Jessie en ik hebben dingen gekocht. Voor jou! Oh, lekker! Lekker zeg! Die cakejes heb ik zelf gemaakt. Ja, het ruikt goed. Die cupcakes en die cake heeft Elena gemaakt. Oh, wat lekker zeg. En de andere Ja, die cake is dus verantwoord en de cupcakes wat minder. Minder. Nou, het is er deze week toch niet echt van gekomen, dus... en? Ja, dan hebben we daar de vleesafdeling. Oh, lekker! Spek! Oh, en kaas! Bak daar beneden heeft Jessie uitgekozen. Ja? Zijn verse knakkoes. Oh, dat vind ik ook echt heel lekker. Oh, lekker! Dat heb je goed gekozen, zeg. Ja, en die mag je dag van nou eten. Zal ik die dan als eerste eten? Ja? Zometeen een half uur voordat we thuis zijn, zet ik via onze app de oven aan. Oh! Als we thuis komen, hebben we sperrips met patat. Oh. En ik moet wel opletten, want zo heeft mijn vader dus zijn auto in de park. Eergisteren. Carpaccio. Oh. We kunnen ook zeggen dat we carpaccio doen als soort van nagerecht. Oh, jij mag nou al eten. Ja, ga ik doen. Oh, we zijn weer heerlijk thuis. En er staat echt een super groot cadeau. Oh my god. Echt helemaal te gek. Ja, je ziet het goed. Dat is een echte stamboom. Ja, dat zei ik al toen ze het kwam brengen. Ik zeg, oh, ik ben zo blij dat het een echte stam is. Ja, echt. Wow, wat is dat voor mooie toren. Ja, ik ben echt helemaal verliefd. En ik heb voor jullie ook wat... Cadeautje. Ik heb voor jou. Welke hand? Wow. Zie je wat het is? Allemaal maskers die je dan zelf kan kleuren en opdoen. Allemaal verschillende. Kijk. Hey, Jessie. Nou ja, dan ben je een pandabeer. Zie je dat? Kijk, dan kun je hem inkleuren. Ja. Elke bladzijde knippen we hem uit. En dan doen we hier touwtjes aan of een elastiekje. En dan heb je een masker. En dan heb je heel veel masker. Wauw! Dat is leuk, hè? Dan ga ik voor een keer nog een keer dit doen. Nog een keer. Ja allemaal andere. Zeg je dan? Dankjewel. Alsjeblieft. Heb je ook iets voor mama, voor papa? Ja. Nee. Doe jij hem geven, Jessie. Doe jij hem geven. Zo. Doe hem geven. Welke hand? Die dan. Lekker. Het sambal? Ja, het is sambal. Portugese sambal. Ja.
Nice, nice. En aangezien jij zo van sambal houdt, dacht ik... Wow. Denk, nou, dan moeten Portugezen er ook bij. Ja. Yeah. Zo, nou, ik ga hier even staan bij mijn mooie nieuwe boom. Ik ben super blij dat ik weer lekker thuis ben. Wij zijn ook heel blij dat je thuis bent. Ja. En Jess? Ja, ik vind het heel fijn dat mama thuis zit. Want ik heb mama heel lang gemist. Oh, ik heb je ook heel erg gemist, schatje. Liefste. Ik ben wel heel dankbaar voor deze week. Want ja, het heeft toch weer tot nieuwe inzichten gebracht. En voor de toekomst hè, nog meer genieten. En wat we willen en... ja, alle lotgenoten die ik heb mogen ontmoeten, die eigenlijk gewoon vriendinnen zijn geworden in een week. Hoe intens zo'n week is. Dus ik ben daar super, super blij mee. Mocht jij nou ook de behoefte voelen, ga dan zeker naar Soul Search Foundation. En ja, ik zou zeggen, lees het. Ik was naar Portugal. Ja, ik was naar Portugal, hè? Ja, eentje in Portugal, maar zijn we dus ook één in Zeeland. Dus je kan kijken wat misschien voor jou het beste past. Ja, ik zou zeker naar de site gaan en kijken of het ook wat voor jou is. En als jij zoiets hebt van, nou, ik wil eigenlijk gewoon een bijdrage leveren. Want het is een stichting, dan kan je natuurlijk altijd doneren. Daar zal je ook heel veel mensen mee helpen. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Inspirerend. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Laat vooral een berichtje achter. En wij zien jullie heel graag weer bij de volgende video. Tot de volgende keer. Ciao! Ciao, 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 ciao.